In deze video wil ik graag laten zien hoe je de bewegingsdetectie aan en uit kan zetten en hoe die precies werkt bij de 6600. En dat is op basis van de camera. Dus de camera kijkt om zich heen en die ziet, kijkt of als het aanstaat of er beweging is of niet. En hoe je dat aanzet doe je hier in instellingen. Dus je drukt hier op instellingen bij een met internet verbonden deurbel. En dan kan je hier naar twee plekken gaan en dit zijn ook aan elkaar gekoppeld. Dus je kan hier naar afbeelding in geluid gaan. Dan kan je hier de bewegingsdetectie uitzetten of aanzetten. En als die aanstaat kan je ook de gevoeligheid van die bewegingsdetectie aanpassen. En dat is exact dezelfde instelling als hier bij alarminstellingen. Dus als ik hem hier uitzet, dan gaat hij ook hier uit. En als ik hem hier aanzet, dan gaat hij ook hier aan. Dus het is gewoon hetzelfde, alleen op twee plekken in het menu. Want je kan het misschien verwachten bij de opnames, maar het zit net zo goed bij alarminstelling. En als je dus hier bij alarminstelling, dan kan je dus kiezen voor ook voor die gevoeligheid en et cetera. Dus het is dezelfde instelling, laat je daar niet door verwarren. En, maar als je dat hebt ingesteld, dus hij staat aan in de instellingen in het menu, dan werkt hij nog niet direct, want dat kan je handmatig aan- en uitzetten, zodat als je naar buiten loopt, die uitstaat en dan zit je in de auto, wil je hem aanzetten, bijvoorbeeld druk je hier op verdediging. Dan maakt de deurbel een geluid en dan van dat moment staat hij op scherp. Dus nu staat de bewegingsdetectie aan en dan kan ik ook laten zien. Dus als ik nu met mijn hand ervoor ga, dan zie je dat er meteen een bericht komt van er is nu beweging. En dan kan ik hem opnemen, wegdrukken, het geluid uitzetten of unbinden. En ik druk hem nu even weg en dan negeert hij de komende 10 seconden een alarm. En als ik hem helemaal uit wil zetten, druk ik hier op dit knopje en nu hoor je weer piepen en nou is de bewegingsmelder helemaal uitgezet. Als de bewegingsmelder heeft geluid en heeft een opname gemaakt, dan kan je dat ook weer hier terugzien tijdens de afbeeldingen bij het afspelen. En dan zie je dus hier de opname van de bewegingsmelding terug.